Volgens Edith Schippers ligt de grootste uitdaging van haar opvolger in de geestelijke gezondheidszorg. En volgens Eén Vandaag piept en kraakt het in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De GGZ is volop in ontwikkeling en ze zijn op zoek naar mensen die zich in deze dynamische omgeving willen inzetten voor de mentale gezondheid van kinderen en betere zorg. Vandaag spreek ik met zo iemand. Zijn naam is Theo van Rijnshoever, werkzaam bij Lucertus en de Jutters. Aan hem ga ik vragen wat het betekent om in deze tijd behandelaar te zijn van kinderen. Hoi, Sven. Welkom. Ja. Theo, ik zag al op LinkedIn dat je van alles doet. Je bent GZ-psycholoog en EMDR. Practitioner. Practitioner. Ja. Wat betekent dat precies? Ja, nou, GZ-psycholoog is dat je hier als psycholoog allerlei jongeren met hun ouders ziet. En met allerlei problematiek. En die zo goed mogelijk probeert te helpen. Je bent al lange tijd werkzaam als GZ-psycholoog. Ja. Hoe heb jij de omgeving waarin je werkt zien veranderen? Sommige kamers hebben zitjes, sommige kamers hebben tafels. Maar ja, je merkt het in zo'n tafel ertussen, het creëert toch een bepaalde afstand. En ja. Soms is het ook wel prima, want dan kan je een beetje aanpakken en dan kan je aan tafel gaan zitten en echt aan de slag. Ja. Dus dat verandert wel. Van bloknoot werk ik met een iPad. En dat vind ik ook wel erg prettig werken. Ook anders dan vroeger met je klapblok en dan weer in de computer zetten. En nu is het voor mij een stuk makkelijker, efficiënter. En op wat voor manier beïnvloedt technologie nog meer jouw werk? Nou, ik ben sinds kort begonnen met het gebruik maken van een webcam. En dat is vooral omdat ik jongeren in behandeling heb voor psychotraumaklachten die chronisch getraumatiseerd zijn. Die hebben al heel wat hulpverleners achter de rug. En als ze dan bij mij komen en ze zitten in een kinderthuis of in een pleeggezin, maar ze moeten naar een ander pleeggezin of een ander kinderthuis, wat niet binnen de regio is, ja, dan kan ik ze niet meer zien. Nee. En het zijn over het algemeen kinderen die nogal moeite hebben om aan mensen te hechten of mensen weer los te laten. En ja, als zo'n hulpverleningsrelatie abrupt verstoord raakt, ja, dan vind ik dat heel, heel zorgelijk en schadelijk voor het kind. Dus daarmee probeer ik met een webcam op afstand in ieder geval nog gedurende de overgang naar een nieuwe omgeving het contact te houden. Hmm. En ik denk dat dat een groot voordeel is van de nieuwe technologie. Ja. Er wordt niet zoveel gebruik nog van gemaakt. Voor mij ook nog in de kinderschoenen, maar ik denk dat het wel heel waardevol is. En zijn er nog andere technologische snufjes die jullie gebruiken? Ja, er is een applicatie die heet BeDit. Dat is een emotieregulatie-applicatie voor jongeren met ADHD die moeite hebben om hun emoties te reguleren. Hmm. En dat is een applicatie wat gebruik maakt van een beweging van een telefoon, een spelletje en een beat op een muziek. En dat moet je leren volgen. En daarmee wordt de spanning eigenlijk gereduceerd van jezelf. Dat je weer in een normaal arousalgebied eigenlijk terechtkomt, een normaal spanningsgebied terechtkomt. Dat is er één. Okay. En daarnaast is de Luca-app is ontwikkeld en dat is een applicatie waarmee je je gemoedstoestand kan registreren. Dus of je boos, blij, bang of verdrietig bent, hoe erg dat is en wat je gedachten daarbij zijn en wat je gevoelens daarbij zijn en wat je zou kunnen doen en hoe vaak het voorkomt. Nou, en dat is een hele mooie app die kinderen en jongeren kunnen gebruiken om een beetje inzicht te krijgen in hun eigen klachten. Kijken wat voor oplossingen ze daarmee kunnen bedenken en samen met de hulpverlener dat ook kunnen invullen of alleen invullen. Dat werkt prima. Wil je ook werken met kinderen in een moderne, dynamische omgeving die volop in ontwikkeling is? Kijk dan op de website.